Oké. Heeft iedereen een plekje kunnen vinden? Ja. Heel goed. Goedemiddag, lieve kinderen, papa's, mama's, juffenmeesters, andere familieleden. Welkom bij het kindercollege van Tilburg University. Wat ontzettend fijn dat jullie er vandaag allemaal zijn. Het college van vandaag gaat over gamen. En of we met gamen misschien wel de wereld kunnen verbeteren. Wat denken jullie? Zouden we met gamen de wereld kunnen verbeteren? Ja! Jullie hebben de kaarten in ieder geval goed begrepen. Heel mooi. Dit college zal vandaag gegeven worden door professor Igor Meijer. Maar voordat de professor het college gaat geven, ben ik eigenlijk heel benieuwd naar jullie eigen ervaringen met gamen. En daarom zullen we beginnen met een quiz. Nou, ik heb net al heel goed gezien dat jullie over het algemeen allemaal de groene kaarten in de lucht deden. Dat gaan we nu nog heel even testen of dat allemaal er goed in zit. Dus als ik zeg rood, doen jullie rood. En als ik zeg groen, doen jullie groen. Oké? Oké, rood. Heel goed. En groen. En rood. Groen. Rood. Rood. Oeh. En nog één keer groen. Heel goed. Nou, ik denk dat dat helemaal gaat lukken met de quiz. Dan gaan we snel beginnen met de eerste vraag. Nou, dat hebben jullie al gedaan. Wie speelt er wel eens een videogame? Oké. Dat is wel ongeveer 95% van alle kinderen. En dat klopt inderdaad, want uit onderzoek blijkt dat heel veel kinderen wel eens een videogame spelen op de basisschool en ook ja, daarbuiten. Dan gaan we naar vraag 2. En voor deze vraag, die is eigenlijk niet voor de kinderen, maar die is voor de ouders, begeleiders. Ja, hebben alle volwassenen de kaarten? Heel goed. Oké, dus wie van jullie speelt er wel eens een videogame? Ah, kijk eens aan. Ja. Nou, ook vrij veel. De appel die valt niet ver, zeggen ze dan. Ja. Heel goed. En nu mogen de volwassenen de kaartjes weer teruggeven aan de kinderen. Oké, kinderen. Wie speelt er elke dag een videogame? Dat zijn nog steeds best wel veel groene kaartjes. En dat klopt, want gemiddeld gamet ongeveer de helft elke dag. En dan gaan we verder naar de volgende vraag. Voor de kinderen, vinden jullie eigenlijk dat jullie te veel gamen? Dit is wel heel erg verdeeld. Oké, heel goed. Eigenlijk gemiddeld spelen kinderen zo'n 3,5 uur per dag een game. En ja, dan heb je eigenlijk heel weinig tijd over voor huiswerk of andere taken. Nou, nu mogen de kaartjes weer naar de ouders of begeleiders voor de volgende vraag. Er komen nog even wat kindjes binnen. Oké, ouders en begeleiders. Vinden jullie dat de kinderen te veel gamen? Oeh. Ik denk dat er toch wel meer groene kaartjes zijn nu dan rode kaartjes. Ja. Druk gediscussieerd.
Oké, dan gaan we verder naar de volgende vraag. Mogen de kaartjes weer terug naar de kinderen? De allerlaatste vraag van deze quiz voor de kinderen. Denken jullie dat jullie de wereld of dat je de wereld kan verbeteren door te gamen? Heel veel groene kaartjes, oké. Nou, of dat zo is, dat gaan we straks natuurlijk allemaal uitvinden tijdens het college. En voordat het college begint, het college zal zo gaan starten, wil ik jullie vragen, als jullie een vraag hebben tijdens het college, onthoud die dan heel goed en bewaar die alsjeblieft voor het vragenrondje na het college. En als jullie er klaar voor zijn, dan een heel groot applaus alsjeblieft voor professor Igor Meijer. Zo, dag lieve kinderen en ouders en andere begeleiders van alle kinderen. Wat ontzettend stoer dat jullie vandaag hier gekomen zijn. En aan deze kleine oefening hebben we al gezien hoe het onderwerp eigenlijk leeft. En hoe ouders en kinderen samen over games ook kunnen praten. En wat een beleving daar eigenlijk achter zit. Ik denk niet dat jullie alleen gamers zijn, maar dat er misschien vandaag ook wel kinderen in de zaal zijn die er misschien van dromen om later een echte game designer te worden. Hè? Dus om daar je beroep ook van te maken. En dat kan natuurlijk ook, behalve dan alleen games spelen. En dan is natuurlijk ook een beetje de vraag, wat vinden je ouders daarvan? Zouden die het leuk vinden als je zegt van papa, mama, ik wil geen brandweerman worden of politie of in de gezondheidszorg, maar ik wil een echte game designer worden. Mijn naam is Igor Meijer en ik woon in Den Haag met mijn vrouw Gigi, Poes, Amy en twee waterschildpadjes. Ik heb twee zoons, Rutger en Tristan, die zijn al wat ouder en die studeren allebei in Delft. Ik ben hoogleraar of professor, dat is ook de reden waarom ik deze mooie jurk aan mag vandaag. Maar daarnaast werk ik ook nog aan een gameopleiding aan de Hogeschool in Breda. De Academy for Games and Media. Ongeveer 15 kilometer hier een beetje verderop. En dat is één van de beste gameopleidingen, gamescholen in de wereld. En dat had je vast niet gedacht. In Breda, aan de hogeschool, studeren jonge mensen, 17 tot ongeveer 25 jaar, die ervan dromen om een professionele game designer te worden. En ze willen dan later bij een groot gamebedrijf gaan werken, zoals Sony of Electronic Arts of Ubisoft. Om daar natuurlijk hele mooie games te gaan maken, die jullie dan weer kunnen gaan spelen. Aan de universiteit in Tilburg doen we natuurlijk vooral ook onderzoek. En we doen onderzoek ook naar games. En ook naar gamebedrijven en de gameindustrie. Bijvoorbeeld wat het effect is van games op het brein. Of wat het effect is van gamen op hoe je je gedraagt. Sociaal of in de klas. Maar ook bijvoorbeeld wat er gebeurt in gamebedrijven, hoe die georganiseerd zijn. Of bijvoorbeeld in de gameindustrie, hoe het zit met de economie en het geld achter games. De hogeschool en de universiteit kunnen daarom heel goed samenwerken. Ze vullen elkaar ontzettend goed aan. En sommige studenten van de hogeschool, die gaan nadat ze geleerd hebben om hele mooie games te maken, dat vinden ze dan nog niet genoeg. En dan kiezen ze een hele mooie opleiding uit aan de universiteit om daar nog wat verder door te leren en daar extra verdieping ook aan te geven. Je kunt al een beetje begrijpen dat ik vind dat ik ontzettend leuk en spannend werk heb. Ik mag samen met anderen games maken en ook onderzoeken. En dat zijn allerlei soorten games. Computergames,
virtual reality, maar ook bijvoorbeeld bordspellen en rollenspellen. Ik speel zelf af en toe games, maar eigenlijk helemaal niet zo vaak. Misschien omdat ik zo druk ben en er eigenlijk een beetje te weinig tijd voor heb. Maar ik kan ook eigenlijk helemaal niet zo goed schieten en racen. En ik weet zeker dat als ik tegen jullie zou gaan schieten en racen, dat jullie het allemaal van mij zouden winnen. Maar ik vind games zoals SimCity bijvoorbeeld, en dat zie je hier, heel erg leuk. Omdat je dan zelf een mooie stad kunt maken en kan zien wat er gebeurt. Dat kan ook heel erg leerzaam zijn. Want hoe maak je eigenlijk een goede stad? En wanneer zijn de mensen in jouw stad nou eigenlijk tevreden? En hoe weten we dat? Mijn vakgebied heet daarom serious games. Serieuze spellen. Dat betekent eigenlijk dat ik alle kennis en technologie die in die games zit, gebruik voor hele andere toepassingen dan voor alleen plezier maken. Niet alleen voor de fun. Dat wil niet zeggen dat de games die wij maken niet ook fun kunnen zijn. Maar ze zijn niet alleen voor de fun. Ze zijn ook voor iets anders. Bijvoorbeeld om er iets van te leren. Je hebt vast op school wel eens games en spellen gebruikt om te leren rekenen of om te leren lezen. Scuola bijvoorbeeld is heel erg bekend. Zeker ook in de corona-lockdown-periode hebben heel veel kinderen Scuola-achtige omgevingen gebruikt om het leren toch ook nog een beetje leuk te maken. Dat zijn ook een soort serious games, namelijk educatieve games. Games in de klas. En daar zijn er heel veel van. Maar, heel eerlijk gezegd, niet al die educatieve games, die games in de classroom, zijn allemaal even leuk om te spelen. Waarschijnlijk niet zo leuk als de games die je zelf heel graag wil spelen. En eerlijk gezegd, sommige van die games leer je misschien ook niet zo heel erg veel van. Maar dat is natuurlijk weer een hele interessante onderzoeksvraag die we op de universiteit kunnen bekijken. Namelijk welke werken wel en welke werken niet. Maar er zijn zeker van die leergames die heel erg mooi gemaakt zijn. En ook nog eens leuk om te doen. En ze kunnen je ook heel goed helpen om te leren. Als je dyslexie hebt bijvoorbeeld, dus als je wat moeite hebt om te leren lezen of rekenen, dan kun je bijvoorbeeld dit spel proberen. Het is van het Regionaal Instituut Dyslexie. Het heette vroeger Cosmos Klikker en nu Klankkracht. Maar er zijn ook allerlei andere spellen. Bijvoorbeeld in dit spel van de ANWB kun je leren veilig door het verkeer te gaan. Je moet het dan opnemen tegen de zogenaamde street wackos. En dan op allerlei missies gaan om de straten weer wat veiliger te maken. Maar het is jullie woensdagmiddag en ik wil het daarom eigenlijk helemaal niet te veel hebben over games en de klas. Hè? Jullie hebben vrij vandaag. Kun je met games ook de wereld om ons heen beter begrijpen? En ook misschien een beetje beter maken? En ik wil jullie vandaag ook iets vertellen hoe ook volwassenen met games beter kunnen zorgen voor de wereld. En dan vooral voor de oceaan en de zee. En dat komt ook een beetje omdat ik zelf heel veel van de zee en de oceanen hou. En in mijn vrije tijd doe ik ook aan onderwater duiken in meren en zeeën. Kijk maar op de foto en misschien herken je me. Ja? In de carnavalsvakantie was ik in de Rode Zee in Egypte. En dat is echt prachtig om te doen. Maar niet alleen in Egypte, in de Rode Zee, maar ook in allerlei andere zeeën, zie je eigenlijk steeds minder vissen. En op sommige plekken is het koraal ook helemaal niet meer zo goed. Bleek, wit of dood. En zoals je misschien wel weet, komt dat ook voor een belangrijk deel door zaken als klimaatopwarming en vervuiling van de zee. Het probleem is namelijk dat grote delen van de zee eigenlijk van iedereen zijn. Of van niemand.
Je kunt er doen wat je wilt. Veel te veel vissen. Of diep op de zeebodem naar allerlei dingen boren. Zoals dure metalen of olie of gas. Dure metalen voor in je mobiele telefoon. Of misschien op die zee ook wel heel veel windmolens bouwen. En geen enkel land in de wereld kan in zijn eentje de zee beschermen. Dat moeten we dus met alle landen samen doen. Door hele goede afspraken te maken. En een paar weken geleden, op zaterdag 4 maart, hebben we 100 landen over de hele wereld een heel belangrijk verdrag gesloten. Over de bescherming van de open zee. En dat zag je daarnet, dat was het applausje wel waard. En waarin ze hebben afgesproken dat ze de oceaan veel beter gaan beschermen. En daar hebben ze heel lang over gedaan. Jaren om die afspraken te maken. En nou moeten ze het ook nog uitvoeren. En dat is helemaal niet zo makkelijk. Hoe doe je dat nou met elkaar? Dus misschien, als die games zo slim zijn, kunnen niet alleen kinderen, maar ook politici en beleidsmakers van allerlei landen een beetje leren hoe ze beter kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld om hele goede plannen te maken voor de zee. En daar gaat mijn lezing over. We moeten even een stapje terug misschien. Nou, het interessante deel. Van hoe werkt dat nou eigenlijk? Nou, misschien moeten we dan eerst eens even kijken wat games eigenlijk zijn en hoe ze worden gemaakt. Want jullie kwamen hier niet misschien in eerste instantie voor de oceaan. Jullie wilden mooie games zien. Ja? Het spel Horizon Forbidden West wordt gemaakt door een beroemd Nederlands bedrijf, Guerrilla Games. Het is eigenlijk voor wat oudere kinderen, 16 jaar. Maar misschien dat sommigen van jullie het stiekem ook wel een beetje spelen. In het volgende filmpje zitten denk ik niet echt spannende dingen. En als je echt denkt dat het te spannend is, dan doe je maar even je oogjes dicht. Maar ik denk het niet. Hoe ver ga je in de details? Nou, heel ver. Zover als we kunnen. Zover zelfs dat we bijvoorbeeld de haartjes op haar gezicht laten zien. En we gaan zover dat we de poriën op haar gezicht hebben. Elk moedervlekje, wimpers. De ogen besteden we natuurlijk extra veel aandacht aan, want daar de details, daar breng je die hele fantasie mee tot leven. Nou, we hebben afgelopen 4 jaar, denk ik, met ongeveer 350 mensen hier in Amsterdam in de studio aan dit spel gewerkt. Dus het is in Nederland eigenlijk een soort van unieke studio. En dat die een schaal heeft bereikt die gewoon anders niet in te beelden zou zijn in het land. Dat is wel heel speciaal. Je ziet in het filmpje heel goed hoe ontzettend veel werk het is om zo'n game te maken. Het is ongelooflijk veel computertechnologie programmeren, maar ook verhalen bedenken, karakters, dus de avatars en de beesten die er rondlopen, de werelden vormgeven en nog veel meer. En dat vraagt ongelooflijk veel kennis, handigheid, ervaring, investeringen, maar ook samenwerking met mensen in een gamebedrijf. En in dit spel zag je al meer dan 350 mensen en het duurt jaren om een game te maken. En het is erg duur. Maar daartegenover staat natuurlijk weer dat er ook heel veel werkgelegenheid is. Er zijn heel veel mensen die daar geld mee verdienen en die daar misschien een hele mooie baan in hebben. Laten we eens even kijken. We werken natuurlijk niet op deze schaal, maar we worden op de schaal waar we eigenlijk mee kunnen werken. Dus teams van 30, 40 man. Daarmee worden we eigenlijk voorbereid om dit soort werk te kunnen doen. En ik ben er wel klaar voor. Ik heb er wel zin in. Kan ik nog blijer kijken? Laat me nog eens even zien hoe mijn digitale Igor dat doet. De game-industrie is een vreselijk belangrijke aanjager van de innovaties achter deze technologieën. Omdat in die spelwerelden al die nieuwe technologieën uitgeprobeerd worden, bij elkaar komen. Maar er ook heel veel innovaties in die industrie tot stand gebracht worden. En de innovaties die tot stand gebracht worden in de game-industrie hebben weer heel veel waarde in andere industrieën, zoals bijvoorbeeld de gezondheidszorg of het onderwijs. Je moet dus
echt heel hard studeren en heel hard werken om dat niveau te halen. Maar als je goed bent in het maken van games, krijg je heel makkelijk een mooie baan. Bij een gamebedrijf, dat kan, maar in toenemende mate ook, niet in de game-industrie. Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, of bij de politie, of bij de overheid. Want daar gebruiken ze namelijk die mooie game-technologie ook. De werelden en de karakters in die games zijn superrealistisch. Dat zag je daar net al. En het zijn net echte mensen. En ze worden ook steeds slimmer. Door middel van kunstmatige intelligentie. Dus dat is super slimme, zelfdenkende computersoftware. En die kennis van die technologie om mensen en werelden heel realistisch te maken, en die net echt zijn, die kunnen we ook wel gebruiken voor andere doeleinden. Daar zag je al een aantal voorbeelden van. Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. En zoals je in het filmpje ook al een beetje zag, heb ik zelf ook een beetje voor de fun al eens een keer een digitale tweelingbroer laten maken. Om te laten zien hoe dat er nou ook al uitziet. En ik hoop dat ik die ooit ergens nog een keer naartoe kan sturen als ik zelf lekker geen zin heb. Lekker makkelijk. Maar ik hoop natuurlijk dat hij niet slimmer wordt dan ik. Of dat hij niet meer naar me luistert. Of een heel ander verhaal hier staat gaan houden dan dat ik eigenlijk bedacht had. En misschien krijgen jullie in de toekomst zelf ook wel een kopie van jezelf die je ergens naartoe kunt sturen. Misschien is je leraar in de toekomst wel een superslimme, maar dan hopelijk ook hele lieve avatar. Maar wat vind je daar eigenlijk van? Zou je dat eigenlijk wel willen? Weten we straks nog wel of een persoon een echt persoon is of hartstikke namaak? En wanneer die virtuele jou dingen doet die we niet zo goed of leuk vinden, wat vinden we daar dan van? Dat zijn wel vragen waar we met z'n allen een beetje over moeten nadenken. Maar het is misschien ook wel een zo ingewikkeld verhaal dat dat misschien iets is voor een volgende college. Ja? Dus dat laat ik even zitten nu. Maar even samenvatten. Spannende en mooie games bieden ervaringen die de wereld een beetje leuker maken. En leuker betekent ook de wereld een beetje beter maken. Maar je kunt er ook goed geld mee verdienen. En dat is misschien ook wel de wereld een beetje beter maken. En de technologie kun je voor andere dingen gebruiken, zoals voor het onderwijs of de gezondheidszorg. En dat is misschien de wereld ook wel een beetje beter maken. Dus vind je nou zelf dat games de wereld een beetje beter aan het maken zijn? Zijn games nu eigenlijk goed of slecht voor je? Dus als je nou heel veel speelt, is dat nou eigenlijk goed of slecht voor je? En kun je nou eigenlijk te veel spelen of te weinig spelen? Kun je wat van games leren? Nou, zoals we in het voorprogramma al hebben gezien, spelen bijna alle kinderen op de basisschool games. En in een gemiddelde klas van 30 leerlingen is ongeveer de helft van de kinderen speelt echt elke dag games. En ongeveer 4 kinderen in de klas die spelen meer dan 24 uur per week. Dat hebben we daarnet in het voorprogramma ook wel. Maar dat is best een beetje veel als je ook nog je huiswerk moet doen en af en toe een klusje zoals je kamer. En je zag ook al een beetje in de antwoorden dat de kinderen vonden het bijna nooit genoeg, het gamen. Terwijl toch misschien de helft van de ouders zegt, nou, mag best wel een klein beetje minder. Dus sommige volwassenen zijn misschien een beetje bang dat sommige kinderen te veel gamen. En daardoor te weinig andere belangrijke dingen doen. Dus misschien, als je het echt een beetje stout zegt, dat je er misschien een klein beetje dom van wordt. Maar onderzoek heeft eigenlijk uitgewezen dat dat wel meevalt. Als je niet overdrijft, tenminste. Hersenonderzoekers hebben zelfs aangetoond dat heel veel gamen bepaalde delen van je hersenen echt een beetje slimmer kunnen maken. Bijvoorbeeld voor ruimtelijk inzicht. Dus dingen herkennen in de ruimte en puzzels maken. Ruimtelijke puzzels maken. Dat heeft echt effect als je dat veel oefent in games. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk als je gamet? Nou, als je gamet, raak je helemaal ondergedompeld in een andere wereld. En aan de universiteit noemen we dat met een moeilijk woord immersie. Onderdompeling.
Immersie is het gevoel dat je helemaal deel uitmaakt van de virtuele gamewereld. Je verliest je gevoel van tijd en plaats. En dat verklaart natuurlijk ook waarom je ouders je 10 keer moeten roepen en je moet stoppen met gamen om te komen eten. Nou, dan zeg je de volgende keer maar tegen papa en mama: papa en mama, ik zit in een flow. Ik ben heel hard aan het leren. En wetenschap heeft aangetoond dat als je in een flow bent, dat je dan heel goed nieuwe dingen kunt leren. En heel goed kunt presteren. Dus je bent eigenlijk gewoon aan het presteren. He? Je kunt optimaal concentreren en bent heel gemotiveerd. Nou, dat is mooi. Dat zou de leraar in de klas ook wel willen. Dat je dat zo in een flow bent. Games zitten vol met avonturen, fantasie en creativiteit. En je moet super slim zijn en super handig om te presteren. Je leert samenwerken met anderen. Je moet heel veel informatie in je op kunnen nemen en snel begrijpen. En als je verliest, leer je daarmee omgaan. Je leert doorzetten, niet opgeven, je kunt het. En als je met kinderen uit andere landen speelt, dan leer je misschien een andere taal, zoals Engels. Of je leert puzzels oplossen. En dat zijn allemaal hele belangrijke dingen. Ook buiten de game. Voor later, op de middelbare school, of op de universiteit, of in je werk. Een van de mooiste en leukste spellen voor jullie leeftijd vind ik deze, Unravel. Wie kent Unravel? Degene die je niet kennen, zoek het op en ga het doen. En je avatar is een bolletje wol en je zit vast aan je vriendje. Je moet goed samenwerken, elkaar helpen om verder te komen. Maar je kunt elkaar ook een beetje plagen door heel snel weg te rennen of je vriendje te laten vallen. Je wordt samen beter, maar het spel wordt ook steeds moeilijker. En het is super mooi gemaakt. Het ziet er echt heel mooi uit. Dus je leert samenwerken in Unravel. Maar als jij kunt leren samenwerken, dan kunnen anderen dat misschien ook. En kunnen volwassenen dat misschien ook. En daar hadden we het in het begin over. We moeten landen en mensen, volwassenen, ook leren samenwerken. In een computerspel. En dat is best belangrijk. Kijk maar eens even naar dit voorbeeld. Dit ziet eruit als een entertainment game, maar is eigenlijk voor volwassenen. Je speelt het game met z'n vieren in een team. En je moet heel goed met elkaar communiceren om zo snel mogelijk allerlei ingewikkelde puzzels op te lossen. Maar het is heel handig op je werk, bijvoorbeeld als je met je collega's moet samenwerken om te zien of jullie wel een goed team zijn. We kunnen dan ook onderzoeken op de universiteit hoe goed een team dat doet. En dan kunnen we misschien iets zeggen over het team, over jou in het team. Net als in een echt computergame zoals Unravel. Maar er is nog een andere en belangrijkere manier waarop games de wereld beter kunnen maken. Games kunnen je ook iets leren over jezelf, de wereld en de natuur. Ik ga even terug naar mijn passie over de zee. Weet je nog? Dat is mijn hobby, hè? Ik vertelde je al dat ik in de carnavalsvakantie in Egypte was om te duiken. En daar was toevallig een andere Igor. Heel toevallig, ik kende hem niet. Hij was 13 jaar oud. Uit Polen, met zijn hele stoere vader. We waren samen op vakantie. En die andere Igor, die kon al sinds enige jaren, die was al op zijn 11e was die gaan duiken. Inmiddels was die 13, die kan heel goed duiken. En we maken op een gegeven moment samen een duikje. En we komen een jonge zeeschildpad tegen. En de andere Igor, kleine Igor, en de zeeschildpad, die zwemmen denk ik wel, 10 minuten, zo in elkaar. En zijn echt met elkaar een beetje aan het spelen. En denk je nou dat ze samen ook een beetje aan het leren zijn? Nou, misschien wel. En als dat zo is, dan is het natuurlijk zo dat niet iedereen kan gaan duiken om het onderwaterleven te ervaren. Je hebt geen tijd of geld of vindt het een beetje eng of je bent nog te jong of wat dan ook. Hè? Iedereen zo zijn eigen hobby's. Misschien ben je wel iets voor iets heel anders. Misschien hou je van mooie boswandelingen. Maar met game technologie kan je toch ervaren hoe het onder water is. En dat kan nuttig zijn. Bijvoorbeeld. Duikers moeten heel goed op hun ademhaling letten.
En onder water word je heel rustig. Dus als je mensen wil leren zich te ontspannen, omdat je dat moeilijk vindt, en rustig adem te halen, dan kun je dat misschien wel doen door ze in een game te zetten. En als je dan toch een game wil hebben, nou, dan pak je misschien een onderwater. Je had ook een bos kunnen maken, hè, als je rustig wordt van een bos. Maar ademhaling, onder water, dat past wel bij elkaar. Dus je kunt de ervaring van onder water zijn gebruiken om iets te leren of je beter te voelen. En dat vind ik nou een mooi voorbeeld van serious gaming. Je gebruikt in dit geval een virtual reality game samen met ademhalingstechnieken, bijvoorbeeld yoga, om te leren ontspannen. En dan kan je ook nog weer eens heel mooi onderzoeken of dat werkt. We gaan al een beetje richting naar de zee en de wereld. Maar er kan nog veel meer. Wetenschappers maken bijvoorbeeld met game-technologie, en dat is precies ook die game-technologie die ik daarnet liet zien, die je ook gebruikt bijvoorbeeld om een virtuele mens te maken of om een andere virtuele wereld te maken. Die kun je ook weer gebruiken om bijvoorbeeld een kopie te maken van een koraal of van zeedieren, zoals een walvis of een tuimelaar. En dat kan je doen voor onderzoek. Dus biologen, mensen aan de Wageningen Universiteit, die maken met game-technologie scans van koralen voor wetenschappelijk onderzoek. Maar als dat is, dan kan je dat misschien ook weer gebruiken om daar een bepaalde wereld van te maken en een bepaalde beleving aan te creëren, zodat je ook kunt ervaren hoe het is om onder water te zijn. Niet alleen om rustig te worden, maar ook bijvoorbeeld om te begrijpen wat het is om een dolfijn of een walvis te zijn en te ervaren wat een walvis onder water tegenkomt. Of wanneer we de oceaan aan het vervuilen zijn met dingen, wat het is om een turtle te zijn die vastraakt in het ding. Dus dan krijg je misschien ook een beetje begrip hoe het in de natuur is. Dus deze technologie kan ons iets leren. Bijvoorbeeld wat er allemaal onder water gebeurt. En dan hopen we maar dat jullie daardoor ook begrijpen hoe belangrijk het is om bijvoorbeeld de zee of de oceaan te beschermen. En de voorbeelden die hier zijn, die komen wat meer uit Amerika. Hè. Grote musea zoals het Smithsonian Institute, die zijn met deze technologieën bezig. Maar je kunt sommige apps ook zelf downloaden en op je tablet zetten. En als je dan aan de keukentafel zit of op je kamer, dan kun je eigenlijk het koraal of de vissen op je bureautje kun je daar zien. En dat is misschien wel weer heel erg handig als je een biologieles hebt. Hè? Maar net als met die virtuele mensen kunnen we hier natuurlijk ook weer allemaal vragen stellen. Bijvoorbeeld, of die virtuele gamezee niet een beetje mooier gemaakt wordt dan de echte zee. Want het ziet er allemaal nogal prachtig uit natuurlijk. Hè? Hoe reëel is dat nou? En de echte zee, dat weet ik uit eigen ervaring, kan ontzettend donker zijn en koud en met kleine dieren die je niet kunt zien. En de zee is niet alleen de eerste 30 meter, maar gaat ook nog eens, nou ja, in het uiterste geval misschien 10 kilometer diep. En dat weten we allemaal niet, kan ook heel lelijk zijn. En de vraag is of je dat aspect van de natuur dan ook ziet in deze mooie plaatjes. En de echte zee is natuurlijk ook veel en veel belangrijker dan die virtuele zee. En het is net een beetje als met die virtuele mensen. Hoe weten we nou dat deze virtuele zee niet een beetje belangrijker wordt, of dat we die belangrijker gaan vinden dan die echte zee? Dus leidt dat nou wel tot echt meer bescherming en meer begrip voor de zee? En dat zijn allemaal vragen waar we in de wetenschap en de samenleving goed over moeten nadenken. Hoe zorgen we er nou voor dat game-technologie de wereld beter maakt en niet stiekem een beetje slechter? Hoe games de wereld veranderen gaat nog veel verder dan dit. Sommige onderzoekers zeggen dat de wereld steeds meer een virtuele speeltuin wordt. Dus je gaat niet meer naar de echte speeltuin, maar je gaat naar de virtuele speeltuin. En misschien heb je wel eens van de metaverse gehoord. Heeft iemand wel eens van de metaverse gehoord? Ik zie een paar. Ja, niet helemaal onbekend. Nou, een beetje half-half. Ja.
De metaverse is een virtuele wereld waarin je kunt gamen, maar ook kunt rondhangen en kletsen met je vrienden. Ook bijvoorbeeld allerlei dingen doen voor school. Roblox en Minecraft en Fortnite, die doen dat al een beetje. Ja? Zitten jullie allemaal in Fortnite? Wie zit er in Fortnite? Dat mag helemaal niet, je bent te jong. Nou, deed je mijn zoons ook hoor, toen ze zo oud waren. Maar we verwachten dat dit allemaal nog veel verder gaat. Kijk maar eens naar het volgende filmpje van het Jeugdjournaal, waarin heel kort wordt uitgelegd wat de metaverse eigenlijk is. Welkom in de metaverse. Een soort gamewereld waarin je echt alles kunt doen. Vanuit je luie stoel naar school. Zo hoppa voetballen in de vetste stadions met je vrienden. Om daarna nog even rond te neuzen in het oude Egypte. Voor je spreekbeurt over piramides. Wauw. Tenminste, dat is het plan van grote techbedrijven. Ze geven miljarden en miljarden uit om de metaverse te bouwen. Maar gaan we echt zo leven? En is het eigenlijk wel een goed idee? Dit is Uitgezocht. Ja. Nou, dit was alleen maar de intro. Dus als je meer wil weten, dan weet ik vast dat jullie dat heel makkelijk weten te googlen en weten te vinden. Misschien heb je het al gezien. De metaverse. Maar het is wel een belangrijke ontwikkeling of het nou gaat gebeuren of niet, of het een goed idee is of niet. Iets dergelijks wat er met Fortnite en met Roblox en Minecraft gebeurt, is al deel van jullie wereld en zal ook steeds groter worden en steeds meer onderdeel worden van jullie leven. En zoals al een beetje in het filmpje werd gezegd, ja, misschien is de metaverse niet alleen ook om te spelen, maar kunnen we er ook hele serieuze dingen mee doen. Dus is het eigenlijk ook misschien wel een beetje serious gaming. Nou, als we nou eens een voorbeeld pakken over de zee, dan zijn daar best wel een aantal voorbeeldjes ook al te vinden. Wetenschappers en politici kunnen bijvoorbeeld vergaderen over de zee in de metaverse. Dan hoeven ze minder te reizen en kunnen ze ook meer ervaren. En dit is een voorbeeld, een vroeg voorbeeld van enkele jaren geleden. Een van de eerste conferenties. En de mensen die aan deze conferentie deelnemen, die zitten gewoon allemaal thuis op met een virtual reality bril op. En nemen allemaal deel aan deze conferentie. En dit is dan ongeveer, maar dan wel in 2D, wat ze hier zien. Maar in het echt zitten ze gewoon helemaal in deze wereld. En geven allerlei deskundige wetenschappers die van alles en nog wat weten over de zee en hoe ze er onderzoek doen en de diepe zee, geven dan allemaal verhalen over wat er met die zee allemaal aan de hand is. Nou, dat is misschien best heel erg interessant. Nou, net als mensen in games worden ook de werelden en de steden steeds echter. En dat noemen we simulaties, zoals SimCity. In deze spellen wordt een weergave gegeven van de werkelijkheid die net echt lijkt. En daardoor biedt het de kans om op een veilige manier dingen uit te proberen, te oefenen of te testen. Dit is een trailer uit een Unreal 5 engine. En sommige kinderen weten misschien wat ik bedoel. Dat is een heel belangrijk stuk software waarmee heel veel van de games die jullie maken gespeeld worden. En de graphics, hè, dus de beelden zijn zo super realistisch. En dit is natuurlijk alleen nog maar een voorbeeldje. Maar de steden die daarin zitten zijn heel erg realistisch. Dus daar kunnen we gebruik van maken als we beslissingen nemen over de echte wereld. We kunnen met game-technologie proberen een digitale werkelijkheid te maken van de echte wereld. Zoals een stad of de oceaan. Dan kunnen we proberen te spelen met de beslissingen die we maken en zien wat er gebeurt. En daar kunnen we dan weer van leren om nog betere beslissingen te maken. En dat heeft heel veel voordelen. Voordat we de echte beslissingen nemen en uitvoeren, doen we dat dan eerst even in een spel. Om te kijken wat er misschien gaat gebeuren. En dat is natuurlijk veel veiliger dan het gelijk in het echt doen. En als we dat samen doen in een gamewereld, dus bijvoorbeeld allerlei landen tegelijkertijd, of mensen die in een bedrijf werken, of jullie in de klas, dan kunnen we er ook veel beter met elkaar over praten, want dan hebben we het samen gemaakt.
wat vinden we eigenlijk dan van die wereld die we gemaakt hebben? Kunnen we het ook een beetje anders doen en wat gebeurt er dan? Nou, dat is eigenlijk wat jullie iedere keer, ook als je een multiplayer game doet, aan het doen bent. Terug naar de zee. Ik ga een beetje naar de afronding toe. Doordat we heel veel energie gebruiken, wordt de zee steeds warmer. En we laten heel veel rommel achter, zoals plastic. En dat komt dan natuurlijk allemaal weer in de zee, dat weten jullie. Maar we willen de zee ook gebruiken voor olie en voor gas en voor zandwinning, voor windmolens, scheepvaart, vissen en nog veel meer. En het wordt dus eigenlijk allemaal veel te druk op die zee. Daar moeten we heel slim zijn en goed over nadenken. Wat doen we nou wel en wat doen we nou niet? En hoe ziet die zee er dan in de toekomst uit? Het zou fijn zijn als we een soort kristallen bol hadden waarmee we een beetje in de toekomst kunnen kijken. Want die windmolens die staan er natuurlijk minimaal 30 jaar, dus die staan er heel erg lang. Nou, met games kun je een beetje in de toekomst kijken. Dat kan bijvoorbeeld heel simpel, door gewoon een bordspel te maken. Een bordspel waarin mensen samen beslissingen moeten nemen over de zee. En dat zie je hier in het filmpje. Ze moeten leren wat er allemaal op zee gebeurt en goed praten met elkaar en heel goed samenwerken. Eigenlijk net als in Unravel en Team Up. En dit is een voorbeeld van een spel wat ik denk al wel een jaar of 10 geleden gemaakt heb. Wat eigenlijk over de hele wereld nu verspreid wordt. Er zijn allerlei kopieën gemaakt in allerlei talen. En dat wordt over de hele wereld verspreid voor allerlei volwassenen. Mensen die beroepsmatig bezig zijn met het nadenken over de zee. En het is vooral een soort civilization, maar dan voor volwassenen. Over het echt. En dat is vooral om elkaar goed te leren kennen en goed na te denken over hoe je nou eigenlijk een goed plan maakt. Maar dat kan natuurlijk ook nog veel slimmer. Want we kunnen daar natuurlijk ook nog een beetje intelligente software en zo in stoppen en data. Nou, dat hebben we dan ook gemaakt. Je kunt een stapje verder gaan en er een echte computersimulatie van proberen te maken, zoals SimCity. In dit filmpje zie je ook hoe politici en beleidsmakers van allerlei landen rondom de Noordzee nieuwe plannen aan het maken zijn voor een veel betere Noordzee. Net als in SimCity. Alleen dan met de echte data en dan met wat rekenmodellen erachter die hun laat zien wat er dan misschien gebeurt. Ze kunnen in het spel tekenen en rekenen en met elkaar praten. Maar ze hebben ook nog eens best wel heel veel plezier met elkaar. Want je zag in het filmpje dat ze ook nog wel met elkaar praten en lachen en dingetjes maken. Dus ze begrijpen elkaar ook beter. En dan kunnen we ook nog eens een keer in virtual reality misschien laten zien hoe het er dan misschien uit komt te zien. Nou, en dat vind ik nou serious gaming voor een betere wereld. Zijn jullie er nog? Ja? Ik hoor nog wat uit de zaal. Hartstikke goed. We gaan zo naar wat vraagjes toe. Maar het is nog niet helemaal. Ik wil nog even. Geef me nog even 2 minuten. We gaan wel afsluiten. Want ik denk dat het al best wel heel veel was. Wat hebben we veel geleerd en wat heb ik veel filmpjes laten zien? Als je het leuk vindt, kun je thuis misschien nog eens een keer wat dingen opzoeken. En ik weet zeker dat je misschien eerder naar Unravel gaat kijken dan naar de simulatie over de zee. En dat is prima. Dat is hartstikke leuk. Want daar begint het namelijk. Bij het leren kijken wat er in games als SimCity of Unravel begint. Als je dan met je papa en mama over praat. Pap, wat vond jij er nou van? Mama, wat vond jij er nou van? Waar ging het nou eigenlijk over? Wat bedoelde die? Nou, dan ben je eigenlijk ook al een echte onderzoeker aan het worden. Ik vind het eigenlijk ook veel belangrijker dat jullie nog wat vraagjes hebben. En dat je denkt, daar moet ik nog eens even goed over nadenken. Dan dat er nu pasklare antwoorden zijn. Dus kun je met games de wereld beter maken? Ja of nee? Ik weet het niet. Misschien wel, misschien niet.
dat games vreselijk de moeite waard zijn om daar goed onderzoek naar te doen en dat serieus te nemen, daar ben ik van overtuigd. Maar het ligt er natuurlijk ook een beetje aan wat we ermee doen. Onthoud in ieder geval even dat games niet alleen maar plezier zijn en fun zijn en wat dan ook, maar ook heel serieus zijn. Het is een industrie, mensen werken erin, er wordt ontzettend veel nieuwe dingen worden er bedacht. En die technologie van die games en die kennis kun je ook gebruiken. Bijvoorbeeld om rustig te worden, of om de natuur te ervaren, of om steden en oceanen te simuleren. Omdat je in computergames van alles kunt uitproberen zonder dat het gevolgen heeft. En dat is ook de reden waarom het zo leuk is voor jullie. Want je kunt 100 keer doodgaan, 5000 keer doodgaan, toch? En dan doe je het gewoon nog een keer. Who cares? Ja? En op één moment lukt het wel. En dat is bij volwassenen ook heel belangrijk. Maar we moeten wel heel goed blijven nadenken wat we wel en niet met games willen doen. Niet alles dat kan, is ook goed. Daar moeten we het over hebben. Dus blijf vooral wel gamen, maar zorg goed voor jezelf en de echte wereld. En ik denk dat de zee je kan leren hoe belangrijk dat is. Dank je wel voor je aandacht. En ik denk dat we naar de vraagjes toe gaan. Ik kijk even naar Jamie. Ja, Igor, bedankt voor dit fantastische college. We gaan beginnen met de vragenronde. En dan even kijken. Ja, beginnen we. Dan ga ik nu wel shuffelen. Ja, we beginnen voor de vragen aan deze kant. Je krijgt een echte microfoon. Hoi, nou dan mag je door de microfoon je vraag stellen. Heel veel games zijn mooi. Ik speel ze ook best wel vaak. Maar ik hou ook best wel veel van games die vaak ook uitgebreid zijn. Die speel ik ook wel vaak. Maar we hebben het ook gehad over dat het soms ook voor jezelf en de echte wereld moet blijven zorgen. Dat doe ik ook best wel veel. Maar heel veel van schietgames en echte games, daar hou ik niet van. Ik ben meer voor de games van mijn leeftijd. Dus hoe komt dat? Hoe komt dat, Igor? Hoe denk je dat het komt? Wat denk je zelf? Ja. Nou, dat vind ik wel een goeie. Je vraagt lekker door, wat heeft de wetenschap daar nou over te melden? Nou, je hebt verschillende genres in games. Hè? Dus schietspellen, avonturenspellen, simulaties, enzovoorts, enzovoort. En ja, jouw persoonlijkheid zit zo in elkaar dat je deze gamegenres dat wel heel erg leuk vindt. Bijvoorbeeld omdat je het heel leuk vindt om te genieten van een mooie wereld. Of op avontuur te gaan en te ontdekken wat er allemaal in de wereld te doen is. Of misschien vind jij kletsen met je vriendjes in het spel wel veel leuker dan schieten. Terwijl er ook andere kinderen zijn, ja, daar kan het niet snel en hard en dingen genoeg zijn, weet je. Ik wil zo hard mogelijk racen. Dat hangt er soms een beetje van af hoe competitief je bent. Of hoe coöperatief je bent. Dus er zit iets in jouw persoonlijkheidsstructuur die het maakt dat jij sommige dingen heel aantrekkelijk vindt. En die vind je in sommige spellen. En andere spellen die minder goed bij jou passen, die hebben dat niet. En die passen gewoon niet zo bij jou. Dus het is een overeenkomst tussen wat het spel te bieden heeft en hoe jij op dit moment in elkaar zit qua persoonlijkheid of qua beleving of wat er met jou aan de hand is. En als jij bijvoorbeeld het fantastisch mooi vindt om van een mooie natuur in een game te genieten, of doosjes open te maken en te kijken wat erin zit, dan is het dat. Of dingen te verzamelen. Ja? Oké. Waarom is Fortnite en Roblox zo bekend? Ja, ook daar zou ik bijna. Wat denk je? Waarom vind jij dat het zo fantastische games zijn? Ik speel het eigenlijk niet. Je speelt het eigenlijk niet. Nou, waarom zijn ze zo bekend? Ten eerste,
ze zullen voor een heel groot publiek dingen bieden. Dus ik zei daarnet al, wat vinden kinderen van een bepaalde leeftijd interessant? Nou, actie, avontuur, schieten, dingen bouwen, toch tegelijkertijd ook socializen. We noemen dat mechanics. De bouwsteentjes van een game. En die zijn bij Roblox en bij Fortnite zo goed in elkaar gezet, dat je een heel goed game krijgt wat aantrekkelijk is voor een groot publiek. Maar het is ook het bedrijf wat erachter zit, hè, dus Electronic Arts of van wat dan ook, die natuurlijk over een bepaalde periode hele slimme marketing heeft neergezet. Veel getest heeft, een goed platform heeft waar dat allemaal heel stabiel is. Dus er zijn heel veel factoren in het bedrijf zelf, in de marketing. Maar als het een slecht game was, ja, dan kan je het proberen te verkopen wat je wil. Maar dan gaat het waarschijnlijk niet lukken. He? Dus het zijn de mechanics van het game die voor deze doelgroep zo. En als je eenmaal heel veel mensen erin hebt, dan komen er ook steeds meer anderen. Dus ben je op een gegeven moment een bepaalde drempel over. Het is net als met schaapjes. Als er één of als er een heleboel schaapjes overheen zijn, nou, dan gaat iedereen erin, want daar zitten al mijn vriendjes. He? Je vertelde wel over best wel games waar je over leert, maar over welke game leer je nou het meeste? Dat is een hele moeilijke vraag over van welke game leer je nou het meeste. Dat zal er ook heel erg van afhangen wat je wil leren en wie jij bent en welke leeftijd je bent. En wat er bij jou past. Dus er is niet één game waar je best. Ik heb zelf natuurlijk nu een paar games laten zien waarvan ik vind, voor mijn doelstellingen, dat ik vind dat mensen er heel veel van leren. Maar voor jou kan dat echt heel anders zijn. En de enige manier om erachter te komen, probeer het. Probeer heel veel verschillende spellen en zeggen van, en dan misschien ook een beetje nadenken. Wat zou ik aan het leren zijn als ik dit aan het spel aan het doen? Game designers noemen dat ook wel adaptive gameplay. Sommige games passen zich ook een beetje aan het spelertje. Dus die weten wat jij leuk vindt en die gaan. Nou, oké. Okay. Misschien. Dank je wel voor je vraag. Ja? Moeten we niet naar deze kant nu? Oh, ja, zeg het maar. Waarom vinden kinderen het zo leuk om games te spelen? Ik denk niet dat alleen kinderen het leuk vinden om games te spelen. Ik denk dat heel veel volwassenen het ook leuk vinden. En alles wat je leert, van jongs af aan, kleine, als je nog bij wijze van spreken net rechtop gaat zitten, hè? Alles met kinderen heeft te maken met leren. Maar ook bijvoorbeeld als je kijkt naar jonge puppy's of een klein chimpansee-aapje of wat dan ook. Dan zie je dat alles wat kinderen doen of jonge dieren doen, jonge zoogdieren doen, eigenlijk allemaal speels gedrag is. En speels gedrag om te oefenen. He, dus jonge leeuwtjes die zullen door te spelen en met hun broertjes of zusjes te spelen dat ze dingen leren ze om bijvoorbeeld later voor zichzelf te kunnen zorgen en ook op jacht te kunnen gaan. En zo doen mensenkinderen dat ook natuurlijk op hun manier. Dus kinderen en gamen zit helemaal in elkaar. Het leren van kinderen is eigenlijk spelen. En maar spelen hoeft niet per se gamen te zijn, maar gamen laten je natuurlijk wel spelen. Nog een vraag? Ja. Vindt u dat er op school meer met games gewerkt moet worden? Ik vind dat er op school met goede games gewerkt moet worden. En ik vind dat je op school een goede balans moet hebben tussen de verschillende methoden die je gebruikt. Ik zou zelf nooit naar een school willen waar alleen maar gegamed wordt. Zoals ik ook niet naar een school wil waar de leraar alleen maar als een houten plank zoiets staat te doen. Ik vind het heel goed als de verschillende manieren van leren op een hele goede en slimme manier met elkaar worden afgewisseld. Dat vind ik. En ik vind het
heel belangrijk dat de games die we wel in de klas doen, dat we daar goed over nagedacht hebben, dat dat ook goede games zijn. Zodat we niet tijd verspillen aan iets waar jullie niks aan hebben en wat je sneller kan leren door gewoon een goed boek te lezen. Nog een vraag. Kunnen games ook een slechte invloed op je hebben? Dat is een hele goede... Het zijn trouwens allemaal ontzettend goede vragen. Daar verschillen de meningen een beetje over. Maar ik zelf denk altijd, als wij zeggen games kunnen een goede invloed op je hebben, dan betekent dat games iets met je doen. Dan kunnen die je veranderen, ze kunnen je iets leren. Dan lijkt het mij logisch dat ze je ook de verkeerde dingen kunnen leren. En dat ze je ook op de verkeerde manier kunnen veranderen. Dus ik zou zeggen, als ik jou een leergame geef en ik leer jou op de verkeerde manier rekenen, dan leer ik jou heel effectief iets. Dan is het misschien, leer je heel veel, maar je leert de verkeerde manier rekenen. Ja? Als ik jou een game geef waarin ik jou leer dat 2 plus 2 6 is, en ik doe dat heel vaak, dan leert dat game jou dat 2, en dan kun je dat misschien heel snel leren, maar 2 plus 2 is geen 6, 2 plus 2 is 4. Huh? Nog een vraag. Van wat voor soort games leer je nou het minst? Dat hangt er natuurlijk weer van af. Hè? Maar ik denk dat het wel heel... Games die je motiveren om te blijven leren. Als jij... En games die ook met je meegroeien. Als het game te makkelijk is en dingen, hoppakee, weg ermee. Hè? Als het te moeilijk is voor jou, dan denk je van nou, dit is niet te doen. Leer je er ook niks van. Dus het is heel belangrijk dat het game waarin je iets leert, precies op dat dunne lijntje zit, waarin het voor jou eigenlijk net een beetje te moeilijk is, maar nog wel te doen. Maar jij wordt steeds beter. Ja? Dus dat game dat moet weten wanneer die een beetje moeilijker en een beetje moet opschuiven en nog wat moeilijker moet maken, zodat jij zonder dat je het weet eigenlijk een heel snel aan het leren bent. En dat zijn de goede games. Maar vraag je me nou welk game doet dat en hoe doet dat? En ja, wil je leren rekenen? Wil je veilig verkeer? Wil je iets leren over de natuur? Wil je iets leren over biologie? Al die onderwerpen zijn anders. Maar de games die je motiveren en leren dat de juiste dingen leren en net op dat randje zitten van jou, waarin het net niet te moeilijk of een beetje moeilijk is, dat zijn de goede games. Wat is de oudste game op de computer? Wow, Pong of zo, hè? Pong, ken je dat? Nee? In ieder geval, misschien niet het oudste game, maar wel het oudste game wat echt al in de huiskamer was. En ik denk dat heel veel papa's en mama's zo vroeger zo'n ding hadden waarin ze op de televisie, moest je op de televisie, en de televisie was zo groot natuurlijk, en dan zo lekker rond. En dan gingen er van die dingetjes omhoog en dan kon je tegen elkaar tennissen en zo. Vraag maar, en er zijn filmpjes en ik denk dat er ook wel retro-ponks zijn, die kun je zeker vinden. Oké, dan gaan we nu naar de allerlaatste vraag aan de linkerkant. Ik zie nog zoveel vingers. Waarom gebruikt bij verschillende spelletjes geld, bijvoorbeeld Fortnite of Roblox? Nou, dat kan zijn. Games is natuurlijk ook geld verdienen in de economie. Hè? Dat heb ik daarnet al gezegd. Er zijn heel veel bedrijven die geld verdienen aan het maken van games. Zoals ook van films en sport. Hè? Je hoeft maar naar een voetbalwedstrijd te kijken. Dus ja, dat is eenmaal zo in de wereld. Dat er ook altijd geld mee te maken heeft. Het kan ook zo zijn dat in platforms er andere bedrijfjes zijn die daar weer geld mee willen verdienen. Advertising, hè? Reclame iets. Het kan ook zo zijn dat geld in een spel een onderdeel is van het spel zelf. Dus dat sommige mensen vinden het heel leuk om
geld te verzamelen. Hè? Heel veel goudpotten of andere dingetjes te verzamelen. En sommige mensen vinden dat heel leuk om dat te doen in een game. Maar dan is het ook wel weer leuk als je dat kan omzetten in iets echts. Dus games en geld zijn wel heel nauw met elkaar verweven. Oké, dat was de laatste vraag. Lieve mensen, mag ik een heel groot applaus voor professor Igor Meijer. Ja, Igor, wat een tof college. En ik denk dat we allemaal iets hebben geleerd vandaag. Ik hoop dat jullie het allemaal heel erg leuk vinden. Blijf lekker gamen. Neem je papa, je mama, je opa, je oma. Kijk, mam, dit ben ik nu al aan het spelen. En heel veel plezier. En we hebben nog een fijne reis terug. Sorry. En we hebben nog een bedankje voor jou. Dat ook iets te maken heeft met jouw passie voor de oceaan. En deze kan ik vanavond denk ik wel goed gebruiken. Ja. Ja. Voordat jullie vertrekken, wil ik jullie nog heel kort iets vertellen over de Night University. En dat is een wetenschapsfestival op 11 mei, verdeeld over de hele campus hier op de universiteit. En hier zijn ontzettend leuke workshops en colleges, zoals deze. Dus mochten jullie daar meer informatie over willen, op het certificaat dat jullie straks krijgen bij het... Bij het vertrekken op de achterkant staat meer informatie over de Night University. En heel veel bedankt voor het komen en hopelijk tot de volgende keer.